Alleen het is wel onnodig hoe we die goals tegenkrijgen. Want wij hebben het beter van het spel, vind ik zelf. En dan sta je toch met 2-1 achter bij rust. Maar koppen bij elkaar gestoken en gezegd dat we zo moesten doorgaan. Want de kansen die kwamen nog wel. En dan worden 2-2 en dan is het extra lekker dat je nog wint. Ja. Wat ging er mis bij die tegengoals? Er was een ingooi. We staan niet goed op te letten aan de linkerkant van ons. En daar loopt een middenvelder door, die geeft hem voor. Ik zit mis, ik zit er niet aan. Spits kan hem niet binnen tikken, maar die linker hangende middenvelder die schiet hem binnen. En bij de tweede goal is het de restverdediging die niet goed staat. En wordt het ook gelijk afgestraft. En zo sta je met 2-1 achter eigenlijk heel onnodig. Ja, en dan is het een krankzinnige wedstrijd. Jullie winnen met 3-2. Het had ook 3-3 of zo kunnen worden. Het had nog meerdere uitslagen kunnen zijn. Maar de mentale veerkracht voor jullie, doet weer veel. Ja, ik denk het wel. Maar ook een grote stap gezet om te overwinteren in Europa. En dat hebben we allemaal wel beseft voor deze wedstrijd. En dat is extra lekker dat we dan ook in een lastige uitwedstrijd 3 punten halen.